Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met het vierde adventsarrangement. Het vierde en het laatste. Hierna gaan we over op echte kerststukken. Het leuke aan het arrangement, je kan hem bestellen als adventstuk, maar ook je kan hem ook bestellen als kerststuk. Ik ga het straks even uitleggen. Ik heb hier een prachtige ondergrond van een stuk hout. Wanneer je dit bestelt, kan het zijn dat jouw stuk hout net even iets anders is dan deze. Het zijn namelijk natuurlijke stukken. Ik laat even verschillende stukken zien, zodat je kan zien dat er iets verschil in zit. Dit kun je niet aangeven als je hem bestelt, dus hou daar even rekening mee. Maar ze zijn allemaal één voor één. Heel erg mooi. Zo heb ik hier een wat langwerpigere stuk. Is deze wat ronder met een gat erin. En is deze juist zo weer wat ronder. Dat gezegd te hebben, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog, abonneer gratis, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak en dan gaan we gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit pakket kan bestellen. Let op. Op is op, dus wees er snel bij als je dit mee wilt doen. Daarnaast komen er elke keer weer nieuwe video's online, dus is deze uitverkocht, niet getreurd. Er komen nog heel veel mooie stukken aan. En dan gaan we nu gauw beginnen. Ik heb dus de ondergrond en een waterschaaltje. Die bevestig ik op het hout. Ik haal je er even wat dichterbij, zodat jullie goed kunnen zien wat ik doe. Je kan het waterschaaltje bevestigen met wat kling. Dat is dat groenige plakspul. Of met lijm, maar ik vind het mooier als er helemaal niks, geen materialen op bevestigd worden met lijm. Omdat je dan de plank later nog wel mooi kan gebruiken. Dus ik zet hem er zo op. En hierop bevestig ik een blokje oase. En de zijkantjes snij ik even schuin. De oase gebruik je nat, dus hou daar rekening mee. Dan heb ik hier een hele mooie gewaxte amaryllis bol. Zoals je ziet wordt deze kleur. Zoals je ziet is die heel mooi gewaxt. En ook deze geef ik een plekje in mijn stuk. Ik zit dus met het gat, daar moet ik rekening mee houden, maar je kan daarmee schuiven. Je kan het gat zichtbaar laten, dat is mooi, maar je kan er bijvoorbeeld ook een stukje mos in doen. Ik vertelde net al dat je hem als schoonstuk kan maken of als adventstuk. Ik heb hier namelijk hele mooie glaasjes en die kan je op een rij zo bevestigen. Mooi natuurlijk. Dit stuk was heel mooi natuurlijk. Maar dan kan je er adventstuk van maken. Een heel mooi stuk schors. En die zet ik er tussen. En dan gaan we beginnen met het opvullen van de oase. Dit doe ik met verschillend soort kersgroen. Je maakt altijd de onderkant eventjes schoon en je snijdt hem even aan. En deze verwerk ik kort. Wil je hem wat groter stuk maken, dan kun je natuurlijk de stukken wat langer laten. Weer wat korter aan de zijkant. Als je eucalyptus wil gebruiken in delen, knip dan net boven het blaadje af. Thank you.
ziet hebben we nou eigenlijk het grootste deel van het kerstgroen weggewerkt. Dus we kunnen gaan beginnen met het versieren van het stuk. Ik heb hier hele mooie geverfde asparagus. Het is een beetje rosé, goud, brons. Maar het past heel mooi bij het natuurlijke stuk. En deze geeft gelijk een beetje kleur aan het stuk. Ik gebruik hem in delen. Dan heb ik hier een dennenappel waar iets een glittertje op zit. Ook echt heel mooi. En deze leg ik nog bij het stuk ernaast. Let wel op dat je dus ruimte houdt voor de glaasjes. Ook voor dit item geldt dat hij iets kan verschillen qua vorm. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een andere vorm. Dus deze weer iets anders. Dus daarin kan het iets verschillen. Dan heb ik hier mooie plataanbolletjes. Ook deze steek ik erin weg. Mocht hij niet helemaal goed vastzitten, kan je gebruik maken van een krammetje. Maar hier zit eigenlijk een mooi steeltje aan, dus die kan ik heel mooi verwerken op deze manier. En deze prachtige rosé bronzen variant. Hier zit bijvoorbeeld een steeltje aan, dus die kan ik er echt in steken. Heb je dat niet, dan zetten we er even een draadje omheen. En heb je een lijmpistool, dan kan je het natuurlijk ook lijmen. Ik doe het draadje eromheen. Ik draai hem even goed vast. En geef hem een plekje in het stuk. Ik vind deze toch mooi als hij iets meer onderin komt. Dus die verzet ik eventjes naar deze kant. Dan komt alles iets mooier tot zijn recht. Dan heb ik hier hele mooie gewaxte dennenappeltjes. Ook een beetje in een natuurlijke kleur. Ook deze zet ik er vast bij tussen. Dan heb ik hier twee prachtige schaartjes. Die wil ik ook hier verwerken. Maar omdat ik hier niet op wil lijmen, doe ik er eerst een bolletje mos onder. Ik kijk even waar ik het leuk vind staan. Daarnaast moet er dus ruimte blijven voor die vier kaarsjes. En deze lijm ik dan op het mos. Dan voegen we als laatste een beetje Tillandsia toe onder de amaryllisbol, zodat je deze mooi verbindt met de schaal. En een heel klein plukje tussen je kerststukje. Als je nog oase zichtbaar hebt, kan je daar nog een beetje meer verdoezelen. Dan zetten we de kaarsjes erbij op, mocht je die erbij willen bestellen. En dan voegen we nog eventjes een beetje sneeuw toe. Dat gooi ik er gewoon een klein beetje zo overheen. Het geeft net een beetje dat effect. En wauw, kijk wat een plaatje. En dan hebben we echt een prachtig mooi luxe kerststuk en adventstuk. Daar kan je dus je keuze in maken. Vind je dit nou leuk en wil je dit bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. En vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En komen wat extra video's online. En hiervan verschilt de uploaddag. Dus als je abonneert, dan mis je hem natuurlijk niet. Daarnaast komt er altijd standaard om 8 uur op zaterdag een video online. 8 uur 's ochtends. Dus, en ik vermeld het altijd op Facebook en Instagram. En dan wil ik jullie natuurlijk weer bedanken voor het kijken. En zie jullie mij de volgende keer weer. Doei!